De massa die protesteert tegen de verhoogde brandstofprijzen was vandaag iets kleiner in aantal dan gisteren. Dit die volgens Robbie Berenstein, coördinator van de Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaxuur, aan verschillende zaken gelegen. In gesprek met onze nieuwsdienst zegt hij dat veel mensen geïntimideerd worden door hun werkgever. Hij geeft aan dat vooral op de ministeries mensen bedreigd zijn geworden. Daarnaast heeft het ook geregend, waardoor mensen zijn weggebleven. Berenstein benadrukt dat ondanks deze zaken de actievoerenden nog steeds gemotiveerd zijn. We blijven op onze issue ja, dat die benzineprijs terug worden gedraaid en die armoede moet worden stopgezet. Overigens, dit is een actiemodel. Vandaag hebben we weer het actiemodel om te lopen, weliswaar een andere route. Meneer Hofwijk. Echter, er zijn meer pijlen op onze boom. Meneer Hofwijk, is mevrouw Neus aan de beurt? Zeker als vakbeweging. Evalueren we continu. Overigens, is het ook het begin van die actie. We zullen zien wat het aan het eind wordt. Ja, en op basis daarvan, hoe ver het feit is. Je ziet ook de reacties van de president. We gaan door. Robbie Berenstein, ook de voorzitter van Pechaya Luhur, Paul Somoharjo, heeft vandaag deelgenomen aan het protest. De politicus zegt dat hij de actie ondersteunt omdat de regering op dit moment geen duidelijk beleid heeft om zaken op een goede manier aan te pakken. Somoharjo legt uit dat pogingen vanuit de oppositie om de regering op het juiste spoor te brengen steeds worden genegeerd in het parlement. Eigenlijk is deze regering in stand gehouden door de verraders. Want met 26 zou ze niet kunnen regeren. Met die twee dissidenten van PL, Sapoen en Kieten en Van de Berg, is deze regering nog in stand gebleven. Ze hebben ze gebruikt als backup. Weet wat backup is? Ja, dus wanneer het licht uit is, dan gaat men de backup inschakelen. En zodoende blijft ze in stand. En door die backup zijn we nog in echt een hele armoede gekomen. De mensen hier roepen twee dingen, weg met Boutersen en terugdraaiing van de benzineprijzen. Achter welke van deze twee standpunten staat? Kijk, voor ons is weg met Boutersen niet primair. Voor ons is het belangrijk van, dat de zaak Suriname moet leefbaar zijn. Met andere woorden, wij moeten normaal kunnen leven. Onze leven moet niet gedevalueerd worden. Want nu wat je 1 gulden vandaag verdient, wordt morgen 50 cent en dat kan niet. We moeten kunnen weten, meneer, ik werk ervoor, ik krijg 1 gulden, dan moet morgen die 1 gulden blijven. Ja, het moet niet zo zijn dat we een wispelturig leven hebben. Aldus PL-voorzitter Paul Somoharjo en daarvoor Robbie Berenstein, coördinator van Ravaxuur. Beide heren hebben vandaag deelgenomen aan de protestactie tegen de verhoogde brandstofprijzen. Hoewel de massa iets kleiner was dan gisteren, beklemtonen de initiatiefnemers dat zij doorgaan met dit protest totdat de prijzen worden teruggedraaid. De protestacties worden maandag voortgezet.